Yo, mensen, Jaroski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty en Black Ops Cold War. Vandaag gaan we een nieuwe zombie map genaamd Firebase Z solo spelen. Oftewel, ik zit helemaal in mijn eentje. En we gaan eens even kijken tot welke wave we kunnen komen. Dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk de sky erop, lijkt me straks super, super gaaf vinden. Ik ben zelf natuurlijk enorm blij dat er weer een nieuwe zombie map is toegevoegd. En hij is weer awesome. Ik weet er al het een en ander van. Nog bij lange na, maar ook echt lange na niet alles. Maar we gaan hem gewoon exploren. We moeten als eerste naar de teleporter toe om in de andere wereld te komen. Om echt kilometers verderop uit te komen. En daarna moeten we natuurlijk de stroom aanzetten, perks gaan verzamelen, armen gaan kopen, wapens gaan kopen, gaan pack and punchen, echt letterlijk alles gaan doen. En je kon, ik weet niet of dit nog steeds kan, ja, je kan het nog steeds doen, je kan normaal gesproken die deur openen. Dat kost je 1500 punten. Maar er zit nog een kleine glitch in, wat inhoudt, je zag het net, ik deed het, je via dit rampje op dit balkonnetje kan komen, op dit stukje kan springen en gewoon gratis naar de teleporter kan. Het is een kleine glitch. Hij zit er nu nog in. Dus maak er gewoon gebruik van. Want het scheelt je namelijk 1500 punten. Maar thanks in ieder geval allemaal voor het intunen. Thanks allemaal voor alle support. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Want zombies is en blijft natuurlijk super leuk om te spelen. En ik heb het eigenlijk volgens mij nog nooit solo gedaan. Maar de reden waarom ik het nu op dit moment in mijn eentje speel en niet met iemand anders erbij, is omdat de game nog op een of andere manier glitcht. Want ik speel natuurlijk op de PlayStation 5. Waardoor natuurlijk de graphics ook nog wat mooier worden. Maar als ik in een lobby ga met andere mensen, dan word ik er heel de tijd uitgegooid. Dus dat is het nadeel aan de PlayStation 5 op dit moment. Dat het nog niet helemaal soepeltjes werd op sommige games. En daarnaast, dat is ook nog eens naar, had ik op de PlayStation 4 opgestart. Alleen dan liep die drie keer achter elkaar vast. Dus, oh nee, ik had het sprongetje niet. Dus, ja, ik moet het helaas solo doen. Zodra alles werkt, zullen we vast en zeker ook wel een keer proberen te voltooien. Op een hoge ronde. Ik haal het sprongetje niet meer. Met natuurlijk wat mensen erbij. Nou ja, laat maar zitten. Ik ga de deur gewoon open doen. Je kan het sprongetje halen, maar je moet goed springen. Ik sta onder druk door jullie, hè. Daar komt het door. Maar we kunnen hier een aantal... Oeh, extra geld. We kunnen hier een aantal rondes overleven. Dus ik denk dat ik hier ongeveer blijf tot ronde 5. En het is ook zo dat je het beste als standaard beginwapen een shotgun kan aanzetten. Want de shotguns in zombies zijn echt heel, maar echt heel erg sterk. Maar je kan een tier 3 shotgun meteen van de muur afkopen zometeen. Dus vandaar dat ik gewoon begin met mijn bullfrog. Een beetje headshots probeer te schieten, wat heel makkelijk ermee is. Want dan krijg je natuurlijk extra punten. Want een headshot is 115 punten. En een normale kill is 90 punten. Dus ik heb er nu al 4000. En dat is echt, echt wel chill om mee te beginnen. Nu lukt het wel first try. Wat is dit nou? Oké, laten we de teleporter nemen. Want we hebben hier voor nu eventjes niks te doen. Het is wel zo dat je hier alle perks kan kopen. De perkmachine staat er. Je kan armor kopen. Je kan als de boxen staan natuurlijk boxen. Want die komt dan daar te staan. Maar voor nu moeten we naar de echte Firebase Z. Of Firebase Z als je het in het Nederlands uitspreekt. En hier moeten we 3 adder reactors gaan starten om uiteindelijk de stroom aan te kunnen zetten. Dus we blijven heel eventjes hier bij de helikopter staan. We gaan nog eventjes deze wave overleven. En dan kunnen we daar nog gewoon doorrennen. Je zou ook nog best wel lang in het begin kunnen blijven staan mocht je dat willen. Maar ja, ik vind het hier ook wel lekker rondlopen. Als je een beetje een treintje wil maken, is dit echt een chill plekje. Maar voor nu is het nog lekker rustig. Voor nu is het nog lekker makkelijk. De nuke pakken we ook niet op, want voor een nuke krijg je 500 punten. Alleen dat killt natuurlijk alle zombies. En voor nu zijn de zombies nog makkelijk te killen. En krijgen we veel meer dan 500 punten als we gewoon met ons wapen uitschakelen. Dus dat is ook even een tip. Heel veel mensen pakken altijd meteen die nuke op. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet slim. Dus we maken gewoon eerst iedereen af. En dan pakken we nu snel de nuke op. Want dan krijgen we alsnog die 500 punten. Maar hebben we ook alle punten gekregen voor het uitschakelen van de zombies. En ja, krijgen we gewoon heel veel punten. Je kan ook bij de perkmachines gaan liggen. Boom, 100 puntjes erbij. En dan gaan we gewoon ieder reactor starten. De eerste deur open. Rennen we in één keer door. Even kijken, de box staat hier ook meteen. Ik ga gewoon kijken of we een wapentje kunnen krijgen. Is niet echt nodig. Maar de box staat hier en dan kan ik het niet laten om gewoon even te kijken of we chill wapens kunnen krijgen. Oh, oké. Okay. Nice, de Gallo. Nou ja, die is er wel chill. Dat is meteen een enorm sterke, zoals je kan zien, shotgun. Die gewoon, oh nog max ammo. Die gewoon, ja, super overpowered is. Hij is wel pas tier 2, vandaar dat hij groen was. Blauw is tier 3, paars is tier 4 en goud is tier 5. Dat is een legendary. Alleen, hoe hoger de tier van je wapen is, hoe meer geld kost om ammo te kopen.
Want als ik nu voor mijn Bullfrog ammo wil kopen, kost het me maar 250 punten. Maar als ik voor de Gallo ammo wil kopen, kost het me al meer punten, omdat hij ook een hogere tier is. Want de Bullfrog is, ja, volgens mij tier 0 of tier 1, want dat is mijn standaard wapen namelijk. Oké, E-Director starten. Boom! En dan moeten we die E-Director gaan vullen met zombies. En dan op een gegeven moment staat hij aan en dan kunnen we door naar de volgende. En zo moeten we er 3 stuks in totaal doen. Je moet wel opletten dat ze ze niet helemaal kapot slaan, want dan kan je weer opnieuw beginnen namelijk. Oh, power-upje. Carpenter, nice. Maar dat kunnen wij wel. Jammer jongens, volgende keer beter. Ronde 6 alweer, het gaat echt wel snel hoor. Alleen het gaat ook heel snel, heel moeilijk worden kan ik je zeggen. Omdat we solo spelen hebben we ook by the way een self-revive gekregen helemaal aan het begin. Dus mochten we down gaan, dan is dat niet heel erg. Maar we moeten natuurlijk niet down gaan, dat is eventjes het punt. Kom maar zombietjes. Ja, we hebben Carpenter erop gepakt. Oh, daar hebben we er al een. Ja, ja, een mimic. Hallo vriend. Die mimics die spannen in. Dus soms denk je, oh, er ligt hier echt sikke loot gewoon op de grond. Alleen dat is precies waar die mimic inspant. Op de loot. Op de leuke loot die je ziet liggen. Dus hou daar genoeg rekening mee. Hij is gestart. Boom. Bye bye jongens. Want ze kunnen je best wel snel uitschakelen namelijk. Juggernaut staat hier. Die staat nu aan. Want we hebben in dit gedeelte de stroom aangezet. Gaan we niet pakken. En je gaat zo meteen zien waarom. Dus we houden het nu eventjes bij 150 HP. Hier hangt een betere shotgun. Dus ik doe... Ja, laten we gewoon de Bullfrog weg doen, joh. Waarom niet? Want dit is meteen, wat ik zei, de tier 3 shotgun. Oftewel de blauwe. En deze, als je deze pack-up punch, heb je meteen echt een beest van een wapen. Steamshot neem ik even mee. Dus vandaar dat we gewoon altijd van de muur afkopen. Heb je in ieder geval een heel goed wapentje. En we kunnen zo meteen ook een gratis wapentje krijgen. Dus dat gaan we sowieso voor doen. C4 neem ik mee. Ik neem eigenlijk altijd Steamshot en C4 mee als mijn Lethal en Tactical. Want dat vind ik zelf de fijnste dingen namelijk. Oh, instant kill. En daar kunnen we ook wel van gaan nijven, joh. Waarom niet? Kom maar, jongens. Kom maar. Kom maar, jongens. Krijg je nog meer punten voor. Ook 115 namelijk. Dan hoef je niet op de hoofdjes te schieten, maar dan kan je ze gewoon neernijven. Een instant kill moet je van profiteren, hè. Hoppatee, awesome. Ronde voltooid. Gaan we door naar de volgende Eater Reactor, want die moeten we even allemaal starten. En dat moet je eigenlijk ook zo snel mogelijk doen. Ik doe het nu een beetje traag. Maar je kan het best zo snel mogelijk doen, want hoe hoger de wave je komt, hoe lastiger het natuurlijk is om die Eater Reactors te starten en om ze daadwerkelijk te verdedigen. Dus zet hem maar aan. Kost je ook steeds 500 punten om ze aan te zetten, by the way. Maar ja, je hebt ze nodig, want de stroom moet natuurlijk aan. En laat de zombies maar komen. Oh, ze komen via boven. Daar spant er ook één in, maar we gaan eerst even deze verdedigen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh, dat was een collateral. Nice. Mis. Bye bye. Hey, we schieten af en toe nog om mis, ja. Maak je maar geen zorgen. Dubbele puntjes. Ook altijd awesome. En dan is hij bijna gecharged. Volgens mij als we nog 1 kill maken, dan is hij gecharged. Gaan alle zombies hier neer, automatisch. Kaboom! En dan is de tweede gestart. Krijg je ook nog eens 2000 punten voor. En dan kunnen we nu naar de laatste toe. Dan ga ik even omlopen via buiten. Want dan komen we namelijk op een snellere manier bij. Dit zijn ja, soort defense grounds. Dat ga je later nog wel zien. Die moeten we namelijk gaan verdedigen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Maar eerst moeten we even die stroom aan gaan zetten. Dus even doorrennen. Je ziet nu ook nog, het hek in het midden is nog steeds dicht. Die heb ik namelijk nog niet gekocht. Want ik loop nu helemaal om de map heen. Dus dat is altijd wel handig. We hebben ook al... Oeh, we hebben al 950 salvers. Je kunt zo meteen even armen kopen. Laten we eerst die rector starten. Dat is de laatste namelijk. 3 van de 3. En als de zombies hier zijn, schakelen we ze eruit. Let erop, de zombies moeten echt daadwerkelijk hier staan. Wil je hem kunnen chargen. Dus hou daar rekening mee. Dus laat de zombies gewoon eerst... bij je komen en schakelen ze daarna pas uit. Gaan ze niet buiten uitschakelen. Want dat duurt natuurlijk langer. Jongens, laat hem heel, hè. Kom op. Vind ik niet aardig van jullie. Ja, er staan er heel veel boven. Ze komen vanzelf naar beneden ook. En dan is hij al weinig gecharged, joh. Easy peasy. Hallo. 2 kills, denk ik. En is hij gecharged. Er ligt nog een power-upje. Wat is het? Oh, dole puntjes. Nice. Awesome. Ja, dat was hem. Hij is gecharged. K. Boom. Weer 2000 puntjes erbij. En dan hebben we nu 10.000 punten. Staat de stroom aan. En dan kunnen we de teleporter weer terugnemen naar de start area. En dan kunnen we daar ook gaan packen punchen. Sowieso perks gaan halen. Mochten we perks nodig hebben. Even de deur openen.
En dan staat de stroom aan. Zo makkelijk is het. En doe dat zo snel mogelijk. Want als je het later gaat doen, dan is het echt, echt veel moeilijker. Boom, daar zijn we weer. Hallo. Ik moet even rekening houden bij de W. Die deur is nog niet open. Dus mochten we hier willen ontsnappen, dan hebben we een probleempje. Laten we hier één ronde overleven. En dan kunnen we daarna eventjes snel een kleine mini Easter egg doen. Waardoor we een gratis wapen en een gratis speur krijgen. En die gratis perk is altijd Juggernaut. Dus vandaar dat ik net geen Juggernaut heb gekocht. Ik ben alleen niet heel blij met mijn wapens. Maar, oh, wacht eens even. Wacht. Ik heb nog een idee. We gaan die houwer zo even wegdoen voor een ander wapen. Nee, dan ga ik nu niet kunnen komen, want dan ga ik dood namelijk. Oh, het moet wel raak schieten, Jan. Met de Gallo erbij, die schiet wat sneller namelijk. Doei jongens, doei doei. Dat reload, joh. Je moet echt dus een shotgun gebruikt speedkolen hebben. Of je moet een pack-a-punchen, want dan reload hij ook vele malen sneller namelijk. Dit is de laatste. Nee, de ene laatste. Oké, dat is de laatste. Dan ga ik die heel veel laten leven. Ik ga niet dat wapen reloaden, want dat is niet nodig namelijk. Ik ga heel veel met hem praten. Goedendag. Zo, daar hebben we gepraat. Je hoeft er niet bij te blijven staan. En dan hangt hier, deze koop ik altijd. Doen we de Gallo weg. De Bullfrog van tier 4. Dus dat is echt meteen voor het begin een heel, heel sterk wapen. Een heel chill wapen ook. En deze kan je ook meteen pack-a-punchen. Waardoor je gewoon meteen een beest van een wapen hebt. Dit is een klein mini Easter eggje, by the way. Ik kill eerst even snel de zombie. Die start een nieuwe wave. Als je naar deze Teddy kijkt. Je houdt heel veel richtpunten gewoon op. Dan op een gegeven moment wordt hij boos. En dan gaat hij aanstaren. Soms duurt... Ja, daar staart hij aan. Kijk. Oh, hallo, Teddytje. En dan op een gegeven moment, als hij er zin in heeft... Er komen nog geen zombies aan. Als hij er zin in heeft, Teddy... komen zombies aan, Teddy. Werk! Oké, hij heeft er geen zin in. Hij kijkt me wel aan. Vriend! Vriend! Wacht, we gaan wel de zombies killen, want hij heeft er geen zin in namelijk. Op een gegeven moment, dan ga je zo meteen zien wat hij dan doet. Oi, oi, oi. Ik durf er niet te blijven staan, want we hebben ook nog geen Juggernaut. Ik ga van hem zo meteen een gratis Juggernaut krijgen. Maar dan moet ik eerst wel even dit zien te overleven. Want hier binnen staan is niet zo heel erg fijn. Ik kom zo terug, Teddy. Hij is al aan het slapen, joh. Hij heeft er even geen zin in. Hij houdt dus voor de gek. Gewoon proberen headshots te schieten natuurlijk. We hebben weer een Bullfrog, dus dit is weer lekker makkelijk. Met een shotgun is headshots maken wel lastig. Maar met zo'n Bullfrog, als we nu hebben, is het weer best wel easy zoals je ziet. En alles voor de puntjes. De puntjes hebben we nodig voor perks, voor alles. Voor deuren te openen, echt voor alles. En je ziet hoe sterk dit wapen is. Dat is echt niet normaal voor deze wave. Oké, terug naar de Teddy. Heb je er nog zin in, jongen? Oh, hij kijkt me wel nog steeds aan, maar... Hij heeft er geen zin in. Ja, je doet het. Oh, ik schrik er nog van ook, jongen. Ik schrik er nog van ook. Oké, nu gaan we. Een andere dimensie is zoals je kan zien. Er spannen hier allemaal zombies in. Allemaal minics in. Kan je gewoon negeren. Want we moeten namelijk de teddies kapot gaan schieten. Dat is nummer 1. Oppassen voor alle zombies die hier rondlopen. Daar is nummer 2. Dus rennen we zo snel mogelijk op af. En ga niet op die zombies focussen. Laat ze lekker achter je aan rennen. Ze rennen namelijk allemaal in een treintje achter je aan. Zorg ervoor dat je niet wordt ingesloten. En schiet 3 teddies in je totaal kapot. Dit is nummer 2. Op zoek naar nummer 3. Waar ben je? Oh, letterlijk naast ons. Oh, wauw. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dan gaan ze nu allemaal dood. Oké, bye bye zombies. Die zijn allemaal nu neergegaan. En dan staat er een legendary box voor ons. En ik zei het al. In die box zitten heel veel puntjes. Maar zit ook een gratis wapen. Gratis Juggernaut. Nog een stimshot erbij ook. Wat is dit? Een stoner? Ik neem hem mee. We gaan het zonder shotgun doen. Dat vind ik wel leuk namelijk. En dat kan je gewoon gratis verdienen. Dus we hebben nu Juggernaut zonder dat we überhaupt Juggernaut hebben gekocht. We hebben nog een tier 4 wapen gekregen. Wat natuurlijk heel erg fijn is. En we hebben nu eigenlijk alles wat we nodig hebben om gewoon lang te overleven. We moeten alleen nog wat meer perks hebben. We kunnen zo tegen pack-up punch en alles erop en eraan. Daar spannen alle zombies in. Bye bye. Die zijn nu allemaal neer. En dat is eigenlijk altijd wat ik hier aan het begin doe. Oeh, Max Ammo. Dan ga ik gewoon even sprayen. Dan pakken we zo die Max Ammo mee. Oppas dat je niet in je rug wordt geraakt. Dat is altijd een zombie. Soms word je zo makkelijk ingesloten. Dan nemen we de Max Ammo mee. Op twee. Gewoon naar achter lopen. Dan heb je hem automatisch. En Juggernaut moet je wel altijd halen. Gewoon. Want je krijgt in plaats van 150 HP 250 HP. Dus je kan net even wat meer geraakt worden.
En dat heb je ook echt wel nodig. Oeh, gratis armor. Nice. Awesome. Meteen level 1 armetje erbij. Zonder dat we er iets voor hoeven te doen. En dan kunnen we volgens mij, want hoeveel punten hebben we? 1600 al. Dan kunnen we sowieso meteen upgraden naar tier 2 armor. Oh, Ring of Fire. Dan is die zo neernamelijk. Doei doei. Even denken. Ja, dan ga ik even upgraden naar tier 2. Misschien meteen tier 3. We kunnen ook onze wapens al een keer packen, punchen. We zijn echt, echt wel lekker bezig. Wow, yo. Oké, daar schrok ik wel van. Die spant in één keer in me gewoon. Sorry, vriend. Je krijgt ook, dat is heel erg fijn van die Mimics, gratis ammo en gratis armor repair erbij. Level 2, nice. Dan pack ik punch meteen mijn bullfrog naar niveau 1. Dan zet ik meteen fire op. Dan pack ik punch mijn stoner meteen naar niveau 1. En dan zet ik... Laten we brain rot erop zetten. Dat vind ik altijd wel fijn namelijk. En als het goed is, kan ik dan nog... Ja, speedkolen kopen. We kunnen sneller reloaden. Nog een extra armetje. Ik had hem net al, jongens. Ik hoef hem niet twee keer. En dan hebben we voor nu best wel fijne perks. Fijne wapens die al in ieder geval gepackenpunch zijn. Huh, ik haal sprongen niet. Oké, dan blijven we hier eventjes. Dan kan de deur nu namelijk ook niet openen, want ik heb niet genoeg punten namelijk. Ik heb niet eens de 1500 punten om nu hier weg te gaan als ik het sprongetje niet haal. Het is een lastig sprongetje, by the way. Dat wel. Niet iedereen die haalt hem meteen. Ik zelf ook niet. Maar dat zal op een gegeven moment ook wel geüpdate worden. Er zitten nog wel wat meer glitches in. Want ik zat ook gewoon online te spelen met random mensen. Kwam ik bij de way nog mensen met de Yara Clan tech tegen. Dat is wel lachen natuurlijk. Bom laat ik bij de way even liggen. Alleen die zaten op een of andere manier ergens op een plek waar ze gewoon totaal niet geraakt konden worden. Dus er zitten hier en daar nog wel wat glitches in deze map. Maar zodra natuurlijk de eerste update ervoor uitkomt. Dan gaat het ook allemaal weg. Oké, snel de zombies killen. Dan nog even die bom meenemen. Want dan krijgen we extra puntjes. 400 er gratis bij namelijk. En dan... Oké, het is weer gelukt. Dan gaan we hier weg. Doei! See you later! Let's go! Terug naar de echte Firebase Z. Oké, cool. Nu, wat ik nu ga doen, is ik laat dit hek eventjes dicht. Dat is wel handig om te doen. Want dan kan je namelijk heel makkelijk hier rondjes rennen. Want als je dit hek opent, dan komen er ook zombies van achter dat hek hier naartoe rennen. En dan kan je dus minder makkelijk rondjes rennen. Want nu kan ik gewoon de hele tijd hier zo heen en weer blijven rennen. Zonder dat eigenlijk de zombies vanuit het hek naar me toe kunnen komen. Dus dat is echt een makkelijk treintje die je dan kan maken. Maar nu is het eigenlijk even sparen totdat we letterlijk alle perks kunnen kopen. Dan is het sparen totdat we onze wapens verder kunnen packen, punchen. En totdat we armor tier 3 kunnen halen. En dan voor de rest is het gewoon overleven. We kunnen zo meteen nog scorestreaks kopen natuurlijk. Dus we zijn lekker bezig. En je ziet hoe makkelijk dit treintje is. Er is letterlijk niks aan gewoon. Komt u maar jongens, komt u maar. Dan pakken we de stoner erbij. En dan schieten we ze allemaal met een headshot neer. Oh, er staat echt een spoopscope op. Oh nee, die scope zie ik nu. Oh nee, dat is een thermal sight. Oh, dat wist ik niet. Oh nee, ik ga zo meteen kijken of we er andere attachments op kunnen zetten. Hier ben ik echt niet blij mee. Oi, oi, oi. Puntjes. Hij dropt wel veel puntjes, deze stoner. Dat is wel fijn. Oh, maar deze scope is echt... stront. Die is echt niet fijn. Oké, we moeten sowieso een andere scope erop zetten. Wauw, dat kan. Wacht, dat ga ik meteen even doen. We gaan heel snel rennen. Een nieuwe ronde die begint wel al. Maar we gaan even snel rennen. Ik haal zo meteen stamina up overigens ook. Kunnen we wat sneller rennen. Maar even kijken of we een andere scope kunnen krijgen. Want hier ben ik echt niet blij mee. Andere attachments. Oh ja, beter scopeje. Kijk, dit is het betere werk. Dankjewel. Kost 250 punten by the way. Maar ja, je krijgt er wel echt een vele betere scope voor terug zoals je ziet. Wat hebben we? Een bom. Ik laat hem liggen. Ik ga hem niet eens oppakken. Ik wil de puntjes hebben namelijk. Oh, en we hebben een goede extended maxion. 160 kogels hebben we nu in zitten. Oeh, awesome. Kijk, daar ben ik ook wel blij mee namelijk. Nieuw treintje maken, dan is de wave zo voorbij. Komt u maar, jongens. Scheelt je ook weer wat ammo bij de wave zo'n treintje maken. Want je raakt natuurlijk veel meer zombies tegelijkertijd. Want je schiet gewoon dwars door hun hoofdjes heen. Het klinkt altijd zo hard, joh. Maar ja, het zijn zombies, hè, dus het mag. Kom maar, jongens. Met z'n allen, met z'n allen. Gaan jullie eraan door mijn stoner? Daar komt ie. Als je ook nog camo's wil halen in zombies, is dit de beste manier om te doen. Wow, kijk hoeveel punten. Want je moet namelijk voor bepaalde camo's in zombies, moet je... Hoe heet het ook weer? Oh ja, moet je rapid kills maken. Moet je volgens mij 20 kills maken zonder geraakt te worden voor een bepaalde camo. En dan heel veel.
Oké, we moeten hem protecten. Dan gaan we even omlopen. Want dan hoef ik namelijk dat hek niet te openen. En je moet multikills maken. En multikills maken kan met zo'n treintje heel erg makkelijk. En dan heb je dus, als je een paar van die treintjes maakt, heb je alle camos in één keer vrijgespeeld. Plus je maakt nog eens critical kills, oftewel headshots. Daar heb je er ook 2500 voor nodig voor camos. Dus dat is echt een goede manier, die treintjes maken. Allemaal tegelijkertijd afschieten met een headshot en je hebt zo alle camos in de pocket. Maar, je ziet het, Assault Wave incoming. We kunnen hier gratis napalm strike kopen, dus dat is mooi meegenomen. Maar, er gaan nu heel veel zombies hier inspannen. En we moeten dus gewoon dit strand en dat computertje dat daar staat gaan verdedigen. Gooi 2 C4's daar neer, mochten de zombies daar inspannen. En dan gaan we verdedigen. Kom maar jongens, ze komen via rechts, de eerste wave. En omdat we ons wapen al gepackt op first hebben, is die wave ook gewoon best wel snel weg. Ze spannen niet links in nog. Oké, dat is goed. Ze spannen echt allemaal rechts in. Ik heb alle 2 missievoors daar in het midden gegooid. Maar ze zijn allemaal bij 1 portal ingespand. Wow, yo. Oké, dan heb ik missievoors wel een beetje verpest. Maar mijn napalmstrijk heb ik wel bewaard. En dat was de wave al, hè? Ja, dat is de laatste. Dat was de makkelijkste verdediging ooit. Gratis Carpenter, gratis Max Ammo, gratis Streak. Wel misschien voor verpest helaas. Maar dat was de wave. We hebben ook genoeg punten om alweer opnieuw te packen punchen. Dus dat gaan we zo meteen even doen. We kopen sowieso even body armor level 3. Dan gaan we heel even terugrennen hier naartoe. Want in dit huisje staat namelijk stem en up die ik graag wil. Hij gaat erin spannen, let op. Hallo! Ik zag jou aankomen, vriend. Ik zag jou al in de grond zitten, jongen. Volgende keer beter. Oké, stamina up. Hoppatee, over de reling heen. Terug naar buiten. En dan gaan we weer wave 15 voltooien. Kom maar op, jongens. Ik zag hem al inspannen. En ik zeg het, ze spannen in bij loot die op de grond ligt. En je zag hem nu ook gewoon vroegtijdig al. Hij dacht, ik ga me niet helemaal verstoppen. Ik ga gewoon laten zien dat ik hier de grond uit spring. Dat strik je namelijk niet. Ik schrok al van die teddybeer, dus ik vind het best. Oké, treintje maken. Laat ze maar komen. Het is heel makkelijk hier. Oh, er spant er nog één in. Oké, wat ik dan ga doen, want nu moet je even opletten, want hij rent namelijk sneller dan de zombies. Dus laat de zombies maar achter me aankomen. Dan pakken we de stoner er alvast bij. Dan activeer ik mijn ring of fire. Schiet ik eerst hem af, die is zo neer. En dan... alle zombies erachteraan. Ligt max ammo, dus ik kan gewoon nu doorschieten, want we krijgen toch zo'n max ammo. Komt ie maar, jongens. Komt ie maar. Dan schieten we gewoon even snel onze ammo op. We pakken zo toch die max ammo op. Nog meer? Nog meer. Boom, 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 boom. Meteen weer nieuwe kogels. Oh, ligt ook nog een instant kill. Oh, dit zijn 3 power-ups in 1 ronde. Alleen, nu zijn alle zombies al neer. Schiet snel de laatste af. Oh, laat een nieuwe wave beginnen. Go, 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 go. Want we hebben instant kill. We hebben dubbele punten. Kom op, jongens. Ik ga gewoon dit raampje repairen. Wat dacht je? Oh, dat kan niet. Oh, jammer. Nee. Ik heb 3 power-ups gekregen, hè. Yo, dit is wel echt zonde. Want ik heb er nu helemaal niks aan gehad, namelijk. Tomahawkje neem ik wel mee. Misschien voor die ligt daar nog. Nou, dit is jammer. Nou, ik kan nog heel veel van de eerste kill genieten. Zo, 2 kills weten te maken. Ja, hier hebben we heel veel aan gehad. Helemaal niks. Helemaal niks. Ik denk dat ik zo meteen heel veel ga boksen. Kijken wat we eruit kunnen krijgen. En nu is de vraag, wat ga ik dan bewaren? Ga ik de Bison, de High Anxiety, bewaren? Of ga ik de Stoner, de Psychotropic Thunder, bewaren? Ik vind eigenlijk de Stoner fijn, omdat hij gewoon 160 kogels in het magazijn heeft zitten. Maar ja, de Bison heeft er ook 130 in zitten. Dus dat is natuurlijk ook echt enorm veel. Maar ik denk wel dat de Stoner wat sterker is, zie je het? Deze die krijgt nog best veel hitmarkers. Ik denk dat ik de Stoner bewaar. Dan proberen we zo meteen even een nieuw wapen te krijgen. Kijk, wat ligt er allemaal? Er ligt superveel weer. Oh, nog een max ammo. Oh, dan kunnen we even sprayen. Even lekker schieten, want we hebben toch een max ammo liggen. Komt u maar, jongens. Dat was de wave alweer. Boom, 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 boom. Dan ga ik heel veel snel, want de wave begint nu wel al. Even terug naar het begin. Even de stone nog een keer packen punchen, want dan is die niveau 2. We hebben stamina up, dus we kunnen geen falling damage krijgen. Boom. Snel de stoner. Hop, de machine in. Dan snel terugrennen, want de wave begint al namelijk. Dan hoop ik dat ik het sprongetje in één keer haal, want anders moet ik de deur gaan openen. Oh, nee, oké. Laat maar. We blijven hier wel wave. We blijven hier wel wave. Hier aan het begin kan je ook best wel makkelijk een treintje maken. Gewoon hier naast de boom blijven lopen. Zombies proberen te ontwijken. Met stem en up reden natuurlijk lekker snel. Dus dan is het ook wat makkelijker. En laat de zombies maar lekker achter je aankomen. Komt u maar, jongens. Komt u maar, komt u maar, komt u maar.
niet ingesloten worden. Daar moet je altijd op letten. En als je trein eenmaal weer lekker lang is, dan schiet ze allemaal in één keer neer. Ze rennen wel snel, hoor, die zombies. Dat is echt veel sneller dan in bijvoorbeeld Black Ops 2 of Black Ops 3. Maar niet snel genoeg, jongens. Hoppa, Stoner Pack-a-Push, niveau 2. Die schieten zo doorheen, jong. Hoppatee. Zelfs de zombies met armen schieten zo doorheen. We hebben de laatste, hè? Oh, dan kan ik een bommetje oppakken. Oké, cool. Even een sprongetje. Een wagen. Hop! Ja, nice. En dan kunnen we weer terug. Je kan ook gewoon die deur openen. Ik doe heel dat zo moeilijk. Ik heb nu genoeg punten. Ik zou gewoon die deur kunnen openen. Maar ja, weet je, ik vind het wel leuk om het sprongetje te doen. Ik vind het eigenlijk een veel leukere manier om bij de teleport te komen. Laten we het daarop houden. Er hangt ook, als je bij de way die deur opent... In de span. En je gaat dus op de normale manier... Hangt er een gallo aan de muur. Dus die kan je ook kopen. Is ook super fijn natuurlijk. Oh, hallo. Die zag ik nu niet aankomen, vriend. Maar hij is alweer neer, joh. Easy peasy. Ik heb een armor op de grond, dus het maakt niet uit of ik geraakt word. Armertje pakken, is die weer gerepaired. En dan gaan we even een treintje maken. Komt u maar, jongens, komt u maar. Wat ik nu doe, want we gaan zo meteen natuurlijk een nieuw wapen proberen te krijgen. Dus wat ik nu doe, is ik zorg even ervoor dat ik mijn pipi, mijn bison een beetje leeg schiet. Want anders vind ik het zonde om hem namelijk weg te doen. Dus ik ga nu gewoon schieten, geen treintje meer maken, gewoon schieten. En dan schiet ik dus eigenlijk even de ammo van dit wapen op. En dan proberen we zo meteen een ander leuk wapen te krijgen. En we hebben eigenlijk nu ook al alles wat we echt... Oh, nog eentje, serieus. We hebben eigenlijk nu al alles wat we nodig hebben. Want we hebben goede wapens. We hebben goede perks. We kunnen nog wel wat andere perks ophalen. Oh, ik had tegen de tafel aan, lol. Maar meer dan dit hebben we eigenlijk niet nodig om gewoon een hoge wave te halen. Dus zo makkelijk kan het begin zijn. Oké, dat was de wave. Nice, awesome. Oké, ik loop heel veel hier naar de tafel toe. Want ik heb er nu tijd voor namelijk. Dan kopen we even snel een chopper gunner. Oh, dan gooi ik mijn napalm weg natuurlijk. Dat is niet slim, Jan. Ik heb mijn napalm gewoon gegooid. I don't care. Kom maar, napalm! Woo! Er zit helemaal geen enkele zombie. Maar ik heb per ongeluk die chopper gekocht. Want ik was vergeten dat we die napalm nog hebben. De box staat nog steeds hier. Want we hebben pas hem één keer gebruikt. Dus laten we dan hier gewoon een treintje gaan maken. Het is wel een wat lastigere area, zoals je kan zien. Als je gewoon de garage ingaat. Oh, dan word je ingesloten. Ik had gelukkig die chopper gehaald. Wow, yo, yo, yo. Dat is een lastige area om een treintje te maken. Je ziet het nu letterlijk gewoon gebeuren. Wow, yo. Want je ziet namelijk, als je in die garage staat... dan zie je niet echt waar de zombies lopen. Omdat er natuurlijk ook muren voor je zitten. Dus dat is geen makkelijk plekje. Oeh. Nou, safe bij de chopper. Als je wordt ingesloten en je hebt een chopper staan, roep hem in. Want je ziet het, hij redt je leven gewoon. En je kan lekker schieten. En je kan lekker kills pakken. Dat is een lastig plekje om te trainen, jongen. Ik kan beter even één zombie... Oh, extra geld. Ik kan beter even één zombie laten leven deze wave. Dan kunnen we namelijk wat makkelijker boksen. Dat is een beter plan. Maar nu lopen er nog best wel veel. Zorg dat we er één laten leven. Challenge erbij. Weer extra XP'tjes. Oh, instant kill. Ja, ik pak hem op, maar ik ga hem niet gebruiken. De laatste twee zombies, drie zombies, lopen nu achter me. Maar dan kunnen we even kijken of we een leuk wapentje kunnen krijgen. Er zit ook een nieuwe soort raygun in deze... Een nieuw wonderwapen in deze map. Die kan je uit de box krijgen. Je kan hem ook zelf maken. Oh, nou hou eens, serieus. Geef hem even een leuk wapentje dan, jongens. Geef die piepie maar weer terug. Of de bison, hoe je hem wil noemen. Een sniper, are you kidding me? Oi, 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 oi. Hier heb je dus echt helemaal niks aan, hè? Misschien als hij heel snel inzoomt. Oké, laat maar zitten. Nee, we hebben er helemaal niks aan. En nog een sniper? Oké, als we nu nog een scheidwapen krijgen, dan doen we het gewoon met de sniper. Dan gaan we gewoon een sniper pakken punchen. Heb ik nog nooit gedaan, dus ik ben wel benieuwd. Een teddy, oké. Zullen we het gewoon een keer doen? Gaan we gewoon die sniper pakken punchen? Jawel. Jawel, we gaan het gewoon doen. Oh, dit is zo niet slim. Dit is zo niet slim. Oké, we gaan terug naar het begin. We gaan gewoon die sniper pakken punchen. Ik ben benieuwd wat ermee gebeurt. Misschien krijgt hij wel heel veel kogels. Er zit wel een fijn scopeje op, want er zit een holographic sight op. En niet een of andere sniperscope die 10 keer inzoomt. Maar dit is... Ik geef je één tip. Doe dit niet. Want je hebt er namelijk niet veel aan. Maar wij doen het gewoon puur omdat het kan. Oké, awesome. Dan meteen repair ik even mijn armor. Oh nee, hij zoomt echt heel traag in. Oh, hier ben ik zo... Waarom heb ik dit gedaan? Dit heeft me gewoon 22.000 punten gekocht. En we moeten er... Oh, kut. We moeten er ieder reactor gaan verdedigen. Oké, haal ik een sprongetje nu? Ik heb nu 2 heavy wapens, dus...
Nee, oh, ik denk dat ik de deur snel open moet doen. Oké, we gaan gewoon de deur open doen. Dit is de normale manier hoe je het moet doen. De deur openmaken. Boom. Oh mijn god, ik heb er niet genoeg geld voor. Ik moet een sprongetje halen. Oh nee. Oh nee. Ja, maar nu zit ik in de stress. Oh mijn god, ik heb hem. Ik heb nog 16 seconden om daar te komen. Oh, you kidding me, ouwe. Oké, doe gewoon die deur open. Doe gewoon die deur open. Dit is zo niet slim. Ik ben nu te laat. Ik ben nu te laat. Are you kidding me? En ik heb al mijn geld verpest aan die stomme sniper. Ik heb 1 seconde om het te zijn. Ik ben er nu niet. Dus de waves die beginnen daar al. Uh-oh, dit is echt niet slim, ouwe. Yo. De zombies zijn er al. De centricus schiet er al. Kom maar, jongens. Ik ben er. Niks aan het handje. Ik ben nog op tijd. Alles onder controle. Oh my god, jongen. Dit was zo... Zo niet slim, hè? Dat kan ik je serieus garanderen. Doe gewoon die deur open aan het begin. Ga het niet op mijn manier doen, want je ziet wat er gebeurt. Er staat een andere soort van bos ergens om te schieten. Oh, daar is die. De Mangler. Die heeft heel veel armor aan. Kan ook heel vervelend zijn. Ik zet even snel de Ring of Fire aan. En je ziet het, het begint al moeilijk te worden. We zijn ook al bij wave 20 natuurlijk. Niet de computer kapot slaan, jongens. Pas op, hè. Was dit het? Oh, nee. Oh, er komt nog een hele wave aan. Ik vind het zo leuk, hè. Dit is gewoon tower defense van vroeger. Ik vind dat zo... Dat vind ik zo leuk. Gewoon letterlijk 1 plek verdedigen. Ik hoop echt dat er gewoon een speciale game mode in zombies komt. Waar je gewoon dit soort dingen kan doen. Gewoon een bepaalde plek moet verdedigen. Dat lijkt me zo leuk. Oh, wacht. Ik heb een sniper. Wacht. Dat moeten we er even gebruiken, hè. Oké, die is echt bout, ouwe. Ja. Waarom heb ik die gepackenpushed, bro? Yo. Oké, dit is zo niet slim. Maar we hebben wel een max ammo en een carpenter. Dankjewel. Dan rennen we even terug naar het begin. Ja, die sniper. Waarom heb ik die gepackt? Oh, dit is zo dom, hè. Oh, hij heeft ook maar 14 kogels. Ik ben wel blij met de scope erop. Dat wel, maar... Oh, ik heb er helemaal niks aan. Oké, wat ik doe... Ik wist het al. Ik zag hem al. Ik zag die warmachine liggen. En dan weet je dat er eentje gaat inspannen. Maar. Hij is zo neer. Op het een. Awesome. Oh, er spant er nog één in. Kom maar. Hallo. Oh, pas op. Ik klim even naar boven. Oh, nee. Ik wil die nuke niet. Ik viel erin. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde hem namelijk niet hebben. Nou ja, maakt niet uit. Want dit is dus wat er gebeurt als je die nuke oppakt. Je krijgt 400 punten voor de nuke. Alleen alle zombies gaan neer die je anders heel makkelijk kan killen. Dus als je gewoon de zombies killt, krijg je zoveel meer punten dan als je die nuke oppakt. Dus daarom laat ik hem altijd liggen. Of ik pak hem aan het einde van de wave op. Oh, waarom heb ik dit... Oh, hij is niet eens one shot. Hij is niet eens one shot als ik niet op de hoofd schiet. Yo, dit ding is echt bout. Dit ding is echt bout. Ik heb er 20.000 aan verpest. Oké, er spat een grote in. We horen het aan het geluidje. Waar ben je? Daar ben je. Ik probeer eigenlijk die Mangler zo snel mogelijk uit te schakelen. Als je gewoon hun armor kapot schiet, zoals ik dus nu heb gedaan, dan gaan ze best wel makkelijk neer. Je krijgt er ook nog eens een camo voor. Kijk eens aan. En dan maken we ons treintje even rustig af. Oh, dan moet ik die sniper gaan gebruiken. Oké, hier gaan we. Dit ding is zo bout, jongen. Nooit. Ja, hier heb je echt helemaal niks aan. Dit is echt ongelooflijk. Oké, en dat voor een treintje. Ik ga gewoon de ammo erop opschieten. We gaan een ander wapen halen, want... Dit is de grootste miskoop ooit gewoon. Oké, die dubbele punten ga ik niet verpesten. Even met mijn stoner, even het treintje weghalen. Oké, zo doen we dat. Waarom heb ik dat ding gehaald? Nieuwe shopper kunnen halen. Want mochten we dan worden ingesloten, kunnen we die weer inroepen. Awesome. Voor de rest hebben we niks nodig. Tombstone ga ik niet halen. Nee, joh. Ik zou misschien nog wel Deadshot kunnen halen. Alleen, oh, de box staat nu aan die kant. Zie je hem? Zo moeten we zo meteen naartoe. Spat weer de grote in. We horen het weer aan het geluidje. Volgens mij komt hij daar vandaan. Ja. Ik zal zombies om me heen killen. En dan is hij weg. Doei doei. Awesome. Ze droppen ook altijd ammo. Dus dat is echt wat chill gewoon. Want mocht je dus in ammo nood zitten. Je kan ammo kopen. Dat kost best wel veel geld. Maar als je gewoon de hele tijd die bassen skilt, dan ligt er gewoon weer ammo op de grond. Dus dat is echt wel fijn ook. En we hebben heel veel punten. 3100. Wow, yo. Oké, komt u maar jongens. We maken weer even een normale treintje. Jullie weten hoe het werkt nu. Achter me aanrennen. Niet meer slaan, want dat vind ik niet leuk.
Ja, zijn jullie er allemaal? Ja, oké, dan gaan we weer. Ligt weer een power-up, ik weet alleen niet wat het nu is. Wow, joh, er stond van de rij. Oh, max ammo. Oh, dan gaan we even doorschieten. Wacht even dan. Snel mijn ammo opschieten, want er ligt max ammo. Oké, snel rennen, want anders gaat hij weg. Hoppa! Awesome. En we krijgen echt wel goede power-ups hoor, by the way. Wow, yo, wow, yo, wow, yo. Oeh, nog extra geld. Dat is mijn bot. Ik neem... Ja, wacht, de Tomax kunnen we wel even snel gooien. Oh, mis. Zo, dan nemen we die C4 mee. Ik vind C4 fijner. Heel veel mensen nemen Tomahawks mee. Maar ik vind eigenlijk die C4's fijner. Want die kan je gewoon op een plek gooien. Als je bijvoorbeeld een treintje hebt, gooi je hem op één plek. Bam! Zijn ze allemaal weg. Je kan ze ook kopen. Ik ga sowieso even mijn armen repairen. Je kan ze ook kopen, die C4's. Alleen dat kost best wel veel punten. Dus dat vind ik zonde, want je kan ze ook gewoon op de grond vinden. Armen gerepaired. Badabim, badaboom. En dan begint wave 23. Dus komt u maar weer, jongens. Deze wave laat ik heel eventjes zombie leven, want dan kunnen we even kijken of we een ander wapen kunnen krijgen. Want die sniper, dat is echt helemaal niks, jongen. Hey. Hey, hey. Oh, ja, hij kan niet eens hipfire ook. Hij kan helemaal niks. En hij is pack-a-plus niveau 2, hè. Nou, dit valt weer een groter in. Oké, doe de sniper even weg. Sniper, even weg. Waar ben je, vriend? Where's the big guy? Oh, daar. Oh, die kogel gaat raken. Moet in beweging blijven, want die hele trein die komt nu achter me aan. Maar ik focus me altijd even op die grote, want dan is die weg namelijk. Dan heb je geen last meer van hem. Oké, kijk, en dit is het fijne aan de C4. Als ik hem nu gewoon hier gooi en ik laat hem ploffen. Boom! Zijn ze allemaal dood. daarom neem ik altijd C4's mee. Kijk maar, daar liggen ze allemaal. Allemaal weg gewoon. Die hele trein in één C4'tje weg. Er liggen nog superveel punten ook. Dus vandaar dat ik eigenlijk altijd C4 meeneem. Samen met Stimshot, als je dan geraakt bent, boop, doe je Stimshotje naar binnen en dan ben je weer geheeld. Maar dat is de power van die C4. Als je echt bij een hogere wave komt, dan moet je er 2 gooien om die hele trein te kunnen uitschakelen. Maar ja, nu zijn we bij wave 23, dus het valt nogal mee. Oké, de hele trein die volgt me weer. Komt u maar, jongens. Ring of fire aan en schiet hem maar. Oh, ligt de fire shield, ligt de fire shield. Ik moet één zombie laten leven. Oké, we pakken de fire shield, we rennen hier weg, want ik moet één zombie laten leven. Ren naar de box! Ik weet niet wat de dichtstbijzijnde box is, maar ik ren hier naartoe. Go, 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 go! Gratis wapens! Gratis wapens, dan doen we die stomme sniper weg. Oké, er leeft nog één zombie volgens mij. Geef me een... Oh, serieus. 1911, jongens. Pew, 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 pew. Ik ben James Bond. Nee, nog een nee. Wat is dit? Snel, snel, snel. Ik heb hem nog één keer kunnen doen. Maat, wat heb ik hier aan? Nee, deze game zit me te trollen hoor. Doe even normaal hoor, game. Wat is dit? Ik krijg dezelfde sniper die ik al had. Yo, nee, dit game. Nee. Call of Duty. Dit gaan we niet doen, want jullie zitten me nu gewoon in de maling te nemen. Lang. Wat krijg ik voor... Wat zijn dit voor wapens? Ik loop even naar de normale box toe, ja. Die 950 per keer kost. Dit was Fire Shield, hij kostte maar 10 per keer. Maar dit is je kan gewoon niet slechtere wapens krijgen dan dit. 2-19-11 is weer een M82 sniper. Die game zit me nu te trollen. Hij denkt, je gaat de sniper packen punchen. We geven hier er gewoon nog een. Kijk, het hek is nog steeds dicht zoals je ziet. Ik loop gewoon helemaal om. Een RPD, oké. Maar ik heb al een stoner. Kijk, dit is wel wat beter, maar ik heb al een stoner. Dus ik hoef die RPD niet te hebben. Nou, eigenlijk leeft er nog een, dus ik kan hem killen. Oh, oké. Een DMR. Dat is ook wel fijn. Ik heb genoeg geld, dus ik doe hem gewoon nog een keer. DMR is wel fijn, moet ik zeggen. Boom, 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 boom. Single shot moet je heel de tijd je knopje indrukken. Dus dat is een Magnum. Magnum is wel one shot, one kill op het hoofd, volgens mij. Want hoeveel zombies leven er? Nog 2? Oké, niet one shot, one kill. Een AUG! Een legendary AUG! Oké, die nemen we mee. We gaan het daarmee doen. Dan gaan we die packen punchen. Oh nee, maar er zit... Oké, nog één keer, want er zit een thermal side op. En ik heb geen zin om te veranderen. Nog één keer, de laatste keer. Dit is echt de laatste keer. Oké, Teddy. Oké, jullie... De Call of Duty zit gewoon naar me te luisteren, man. Ik heb het al door. Wat we dan doen, is we houden even de AUG. Want de AUG is wel een fijn wapentje. Alleen die scope moeten we even veranderen. Oeh, er ligt hier nog... Geef maar. Dankjewel. En, wacht, ik loop de verkeerde kant op. Ik moet hier naartoe, want het hek is natuurlijk nog dicht. Anders kan je wel zo lopen, maar ik heb het hek nog dicht gelaten. Maar we zetten even een ander scoopje op. En dan gaan we gewoon deze...
Boom. Nog steeds die scope, jongens. Boom. Ja, kijk, dit is beter. Kijk. Nu hebben we een lekker scoopje. Dan gaan we meteen even packen punchen. En dan de box die staat... Oh, de box staat gewoon naast me. Gaan we nog... Ik ga gewoon nog één keer boxen. Misschien krijgen we wel nieuwe wonderwapen namelijk. Nog één keer, nog één keer. Ik kan het niet laten. Kom op, game. Een RPG. Ja, oké. Okay. Nu zit... Ik denk serieus dat ze me nu zitten te trollen. Want dit is echt niet leuk meer. Oké, laat maar zitten. Ik krijg echt dikke scheid. Oké, laten we gewoon met de oude gaan spelen. Laten we gewoon met de oude gaan spelen. Waarom niet, joh? Ik heb genoeg punten van alles. Dus dat is wel fijn. Ik kan niet een nieuwe chopper kopen. Daar heb ik niet genoeg punten van. Maar op zich kunnen we doen... Woep. Wat we moeten doen. Ik pack een punch meteen naar niveau 2. Want daar heb ik genoeg geld voor. Namelijk 1, 2. En dan heb ik ook nog genoeg geld om de deur te openen die we heel te dicht hebben gelaten. Want dit is dus een normale route. Je opent de deur. Dan ga je hier de trap op. Dan kan je de Gallo meteen letterlijk wave 1 kopen als je dat wil. Sommie, waar ben je? Je bent hier aan het inbreken, hè? Oeh, jouw is toch wel fijn eigenlijk. Dan loop je dus een trappetje op. En dan uiteindelijk kom je natuurlijk uit bij de teleport. Dus dit is een normale weg. Die je normaal gesproken moet pakken. Maar als je een sprongetje kan halen. Hé, hey, waarom niet? Alleen raak dan niet in paniek als het verkeerd gaat zoals bij mij net. Want dat is dan mooie eigen schuld. Ik ga even, wacht, weet je, ik ga even op een ander plekje rondjes rennen. Kijken of dit werkt. Als het fout gaat, dan is mijn eigen schuld, dat weet ik. Maar ik wil even wat proberen. Want wat als je dat hek dichtlaat en je gaat aan de andere kant van de hek staan? Kan je daar ook makkelijk treintjes maken? Dat is even wat ik me nu afvraag. Laten we het gewoon proberen. We rennen hier naartoe, even de zombies omwijken. Doei, doei, jongens. Nou, er spant weer een baas in. Oké, dan gaan we hier een keer treintjes proberen te maken. Het hek is nog steeds dicht. Ik ben weer helemaal omgelopen. Het hek kan je gewoon kopen. Die kan je gewoon openen. Maar ik laat hem dus expres dicht. Want hier, als je dus bijvoorbeeld met twee spelers bent, kan eentje aan deze kant van het hek gaan lopen. En dan kan de andere aan de andere kant van het hek gaan lopen. En dat is nog best wel een goede tactiek eigenlijk. Alleen het spant nu wel ergens een baas in. Oh, er spannen er twee in. Ik hoor twee keer het geluidje namelijk. Dus ik wacht heel veel tot die twee bosses er zijn. Oké, dit is wel een wat lastigere plekje, zoals je ziet. Oké, de boss die komt er hier aan. Dat is nummer 1. Hij gaat schieten. Eerst weer de zombies een beetje schieten. En dan hem een beetje raken. Gewoon op zijn armen schieten. Oh, oh, oh. Oké, dit is wel een moeilijke plekje, ja. Want... Helemaal. Oh, die Bas is ook aan het rennen. Helemaal. Weet je waarom dit een moeilijke plekje nu is? Die Bas, die grote gast, die is ook aan het rennen. En omdat hij rent, gooit hij eigenlijk al die zombies op de grond. En omdat hij dus al die zombies op de grond gooit, verpest hij eigenlijk een beetje je treintje. Dus hij verpest nu gewoon mijn treintje. Jij, ja, vriend. Jij die daar tussenin staat. Want hij gooit iedereen omver namelijk. Ik zie een power-up liggen. We gaan even snel hier doorheen. Oké, hij is neer. Zo, nu gooit hij ze niet meer omver. Wat ligt daar in zijn kill? Ja, die gaan we meenemen. Let's go. Wop, schiet hem maar. Zo, awesome. Daarin is het allemaal. Dus daar moet je wel op letten. Want die gast die gooit gewoon alle zombies op zijn naam. Dat is echt, echt heel erg vervelend. Zoals je zelf ook wel zag. Boom, boom, boom. In zijn kill. Nu kan ik er ook een keer van genieten. Nog extra geld. Awesome, dankjewel. In zijn kill gaat bijna voorbij. Nog snel wat zombies ermee killen. Extra geld, armertje, extra ammo'tjes. Daar ligt een tomahawk op de grond, die wil ik eigenlijk wel even meenemen. Want ik heb natuurlijk mijn C4 niet meer nu. En dat was de wave. Awesome. Ik vind het hier lastiger lopen, maar laten we ook gewoon het hek openen. Want dit is dus wat je normaal gesproken doet. Je opent het hek en dan kan je gewoon heel makkelijk hier naartoe en daar naartoe. Dus... Leg het maar net aan hoe je het zelf wil natuurlijk. Het is een tactiek. Je kan hem gebruiken, maar dat ligt helemaal aan jezelf. W25. Awesome. Ik ga even mijn armen repairen. Hoppatee. En dan gaan we weer terug naar het midden. Want dan gaan we weer door. Oeh! Het is een beurswaar, maar hij killt gewoon in één beurs op het hoofdje nog steeds. Zal hij nog niet niveau 3 packen punches ook. Dat is wel lekker hoor. Er spant een hond in. Waar is het? Oh, en er spant een mimic in. Waar is de hond? De hond loopt daar. Ik ga ingesloten. Ik zat de hond te zoeken. Ja, maar dat ben papa. Skier hem maar. Skier hem maar. Niet wegrennen, jongens. Zit hem met chopper. Is altijd wel lekker hoor, die chopper. Oh, heerlijk.
was zo satisfying om al die zombies uit te schakelen. Maar je ziet het, er spannen nu ook een soort lava-honden in, of napalm-honden. Die kunnen best wel vervelend zijn, meestal valt het wel mee. Maar let daar wel goed op. Ik zag hier ook een power-up liggen. Kijk, Carpenter, nice. Dus hou die honden goed in de gaten, want ze kunnen best wel vervelend zijn namelijk. Alleen, kijk, die honden die ontploffen, alleen die steken ook de zombies daarmee. Holy crap, in de fik. Dus uiteindelijk schakelen ze ook hun eigen maatjes uit. Ze hebben ook nog een grote. Dus je kan ze ook wel in je voordeel gebruiken als je gewoon de zombies dus die lava van die honden inlaat rennen. Maar het wordt nu langzaam maar zeker wel wat lastiger. Dit is eigenlijk de wave dat je moet gaan opletten. Want vanaf nu begint het pittig te worden. Wave 25. Kijk, hier de hond. Dan blaast de hond zichzelf op. Dan lok je dus de zombies. Die lava in. Kom maar, jongens. Kom maar. Oh, hij is al weg. Oh, en dan worden ze dus al heel veel geraakt. Door het vuur. Ik moet je zeggen, die aug is wel een fijn wapentje. Boom, 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 boom. Extra puntjes. Kan ik weer een nieuwe chopper halen namelijk. Oh, max ammo. Nice. Wat ik nu ga doen. We zouden kunnen ontsnappen. Dat ga ik nog niet doen. Want ik ga even kijken. Heb ik alweer genoeg van chopper? Ja, en ik kan er daarna nog één kopen. Oké, dat is wel fijn. Dan ga ik denk ik even snel door de waves heen. Als dat lukt. Want bij wave 30 kunnen we opnieuw ontsnappen. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi aantal. 30 waves. Met deze tactiek is best wel easy te halen als je goed blijft opletten. Mochten we down gaan, hebben we natuurlijk ook nog een self-revive. Dat zie je naast mijn HP staan, dat icoontje dat daar staat. En oeh, een hondje weer. Je ziet dat hij blies ook een zombie ermee op. Dus die hondjes kunnen vervelend zijn helemaal als je weak bent. Maar ze helpen je echt wel. Kijk, kom maar jongens. Follow me, man. Follow me. Je moet echt even voor Pack-a-Purse niveau 3 gaan, zie je het? Het wapen wordt nu best wel slap. Ik hoor weer een hond. Oh, oh nee, er staat ook een grote. En er spant nog een baas in. Oké, laat ze even allemaal achter me aankomen. Laat maar iedereen achter me aankomen. Dan activeer ik daarna ook mijn ring of fire. En dan kan ik ze allemaal in één keer neerknallen. Oké, hier staat de baas. Niet om te schieten, jongen. Dan activeer ik mijn ring of fire. Let's go. En dan gaan we sprayen. Kijk, we hebben hem. En dat was de ring of fire. Komt een hond aan. Pas op voor de crawler. Het is echt nog wel opletten hoor hier. C4. Oké, nice. Dan hebben we die sowieso weer. Je hoort de honden steeds achter me ploffen, by the way. Maar je ziet het begint nu langzaam maar zeker pittig te worden. We hebben 18.000 punten, dus dat gaat lekker. Er komen nu best wel veel puntjes weer bij. Maar 30.000 punten hebben we nodig voor Pack-a-Punch niveau 3. En eigenlijk hebben we natuurlijk wel een beetje ons geld verpest aan... boksen. Want dat boksen dat kost steeds 950 per keer. En als ik dat dus niet had gedaan... Oh, fire shield! Boom! Dan ga ik er nog wel snel boksen. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we nu natuurlijk al meteen genoeg punten om... om Pack-a-Punch 3 erop te zetten. Maar ja, en we hebben het natuurlijk ook verpest aan die sniper, weet je. Maar... Nou, oké, die hoef ik niet. Doei. Nieuwe wave begint alweer, dus we moeten ons weer klaarmaken. Hup, armor. Hup, zombie neer. En dan is een nieuwe wave begonnen, dus dan gaan we weer. Let's go, boys! Op een nieuw treintje maken. De Ring of Fire, by the way, dat is een power-up die ik gebruik, waardoor je veel, veel meer damage kan doen als je in die Ring of Fire staat. Die kan je niet altijd gebruiken, maar om de zoveel kills of om de zoveel tijd. Er spant daar een hond in. Bye-bye, hond. En er spant nog ergens weer een baas in. Daar nog zo'n hond. Doei, doei. Maar het is wel handig om die basses mee uit te schakelen. Die Ring of Fire. Dus zorg gewoon dat heel veel zombies achter je aankomen. Daar loopt de bas. Kikkeboe. En als het rijtje completed is. Dan activeer je Ring of Fire. Dan begin je te schieten. En dan zorg je eigenlijk dat je alle zombies uitschakelt. En tegelijkertijd, want die bos die loopt er ergens achter. Die bos uitschakelt. Want daar gebruik je namelijk die Ring of Fire uiteindelijk altijd voor. En we hebben nu ook instakill. Dus nu zitten we in een Ring of Fire met instakill. Dat is ook wel mooi. En die boss die dropt natuurlijk weer ammo. Dus we hoeven nu geen max ammo te krijgen. Want kijk hier. Oh, een hondje, pas op. Want hier ligt gewoon nu ammo. Dus nu hebben we weer kogels erbij. Dus dat is echt wel fijn gewoon. Een max ammo krijg je meer kogels voor uiteindelijk. Maar het is ook echt
echt wel fijn. Wat ligt hier nog? Dubbele puntjes. Even reloaden. Augie erbij. En headshot schieten. Je ziet, hij is niet meer zo sterk, hè? Oh, ik zit vast. Wajo, ik liep tegen die ton aan. Of tegen die kist aan. Oké, was dat het? Dat was het. We hebben 30.000 punten. Oké, let's go. Snel, even terug naar het begin. Pack a punch, meteen weer terug hier naartoe. Wave 28. Ik pack a punch een stone erbij, want die vind ik wat sterker dan de oude namelijk. Ondanks dat die tier 4 is en niet tier 5. Je kan je wapens ook upgraden naar tier 5, maar... De reden waarom ik dat eigenlijk niet doe, hij is nu Pack-a-Punch tier 3. De reden waarom ik mijn stoner niet upgrade naar Legendary, wat ik wel kan, is omdat Legendary Armor of ammo 5000 punten kost. Of zelfs, nee, 10.000, ik weet niet precies. Wacht, we gaan het even checken. Hier, ammo voor de stoner kost, we gaan het nu zien namelijk. Ammo voor de stoner kost 5000, ammo voor de... Oh, auge kost ook 5000, oké, fair enough. Dat maakt het eigenlijk niet uit. Dan kan ik hem net zo goed wel upgraden. Pas op voor de hondjes die op plaats zichzelf willen ploffen. Ik heb nu niet mijn armen kunnen repairen. Dus hij is nog steeds een klein beetje kapot. Maar laten we weer een treintje maken. De zombies beginnen nu ook sneller te rennen. En hoe sterk is de stone nu? Ah, hij is weer wat sterker. Oké, chill. Dan kunnen we weer tegenaan. Pack a punch niveau 3 natuurlijk. Oké, kom maar jongens. Even zorgen dat we wave 30 ook hebben overleefd. En dan kunnen we gaan ontsnappen. Woop. En dan kunnen we weg hier. We zouden echt wel een hoge wave kunnen halen. Maar dat wil ik een keertje doen als de parties weer werken op de PlayStation. Want dan kunnen we natuurlijk gewoon met 4 man proberen om echt een hoge wave te halen. Want op de vorige zombie map was ons record 102. Niet 102, maar 102. Maar op deze map kunnen we ook echt wel hoog komen, denk ik. Dus iedereen gewoon zijn eigen plekje waar ze zo'n treintje kunnen maken. Als je dat hek bijvoorbeeld dicht laat, dan heb je al 2 plekjes die je hebt gecreëerd ervoor. Dan is dat echt wat chill. Oké, Ring of Fire, daar gaan we weer. En de basis neer, let's go. Nu pak ik de nuke bij de W wel op, omdat we toch al in een hoge wave zitten. En eigenlijk de puntjes niet meer nodig hebben. Een monkey bomb. Oeh. Ja, laten we meenemen. Heb ik mijn stimshot weggedaan, maar laten we meenemen. Er spant nog een baas ergens in. Je hoort het aan het geluidje. Hij spant daarin. Hallo. Hij gaat schieten, pas op. En niet te lang stil blijven staan natuurlijk. Die stoner is wel fijn, maar omdat het een lijn machine gun is... Hé, hij springt erop. Dat is wel fijn, want dan kan ik hem makkelijk... Niet eraf dan, jongen! Kon je makkelijk raken. Maar die stoner is wel fijn. Maar het is natuurlijk een lijn machine. Dus als je gaat schieten en als je inzoomt, dan sta je gewoon eigenlijk zo goed als stil. Dus je moet eigenlijk nooit te lang door blijven schieten als je weet dat er nog zombies in je rug kunnen spannen. Dit is de laatste. Dan hebben we deze wave. Voltooid! En hij dropt weer ammo voor ons. Dankjewel. Awesome. 29. We zijn lekker bezig. Met niet de beste wapens, moet ik eerlijk toegeven. Kan ik? Wacht, ik ga even snel kijken of ik mijn stoner misschien legendary kan maken. Of we daar genoeg punten voor hebben. Volgens mij niet, want we hebben 550. Volgens mij hebben we er 1000 voor nodig. Ja, 1000. Dus dat is jammer. Dus dat kunnen we nog niet. Is niet erg. Ik geef ook eigenlijk liever die puntjes uit aan chopper gunners. Oh, hallo. Dan aan hem naar legendary upgraden. Je wapen wordt er wel sterker van, want daar wordt natuurlijk het tier verhoogd. Nou, is het waard als je heel veel punten hebt wel. En anders, ja, niet echt nodig. Hondje ontploft weer. Oh, dat hondje ontploft nu ook. Je moet even die mimic die er tussenin loopt uitschakelen. Die rent sneller namelijk. Weer een camo erbij. Nice! Maniac camo. Awesome. Oh, loopt nog een mimic tussen. En weg is die. Awesome. Die moet je er gewoon tussenuit schieten uit je treintje. Want die rennen namelijk sneller. Dus die halen zo de zombies in en die staan in één keer achter je. Maar... Ze droppen wel ammo. Kijk eens aan. Hier nog meer ammo. Op T. Dan gaan we weer even lekker schieten. Die hondjes die hebben echt veel zombies achter me gekild, joh. Je krijgt er ook punten voor. Als die hondjes een zombie voor je killen door hun vuur, dan krijg je er volgens mij 50 punten voor. Dus ze helpen je echt wel. En je krijgt er gewoon, gewoon punten voor. Dus dat is echt wat chill. Oh, we hebben een dubbele puntjes. Oké, we gaan even puntjes scoren. Let's go. Kom maar, jongens. Er liep nu geen bas rond, dus ik gebruik mijn Ring of Fire gewoon hiervoor.
Om even te genieten van de dubbele punten. Want hoeveel hebben we er nu? 18k. Oké, okay, nice. Ook nog een fire seal. Oh, die hond ontploft pas op. En dan is de wave alweer bijna afgelopen. Ik loop toch even naar de box toe hoor. Wacht, eerst even dit oppakken. Oh, een armertje, die pak ik ook even op. Scheelt mij ook weer punten. Hoppatee. Ga ik heel snel die firebox, fire shield box ding. Oh, checken. Wat erin zit. Ik was net op tijd. Nee, niet meer. Fietserik. Ik vind niet zo lekker. Wat hebben we? Oh, de tier 3? Yo, wave 29 krijgen we tier 3 wapen uit de box. Wat is dit nou weer dan? Waarom gunt de game me niet gewoon een sick wapen? Oh, we moeten gaan protecten. Oké, okay, cool. Ammo'tjes mee. Armor upgraden. Oké, okay, nu wordt het protecten leuk. Want nu heb ik wel genoeg C4's. Volgens mij kunnen we nog een gratis streak claimen hier ook. Of niet? Nee, die kost geld. Oké, okay, Nevelstrijd kost geld. Dan ga ik het weer op dezelfde manier doen. Net kwam er geen enkele zombie hier uit. Maar ik ga het gewoon nog een keer proberen. Twee C4's daar. Mochten de zombies daar inspannen, blaas je in één keer allemaal op. En dan moeten we weer... het computertje gaan verdedigen. Oké, okay, laat ze maar komen. 15 seconden. We hebben even rust. Woe! Houden jullie het nog vol, jongens? Dit is altijd een lange video, jongens, zombies. Ik vind het altijd leuk. En dit is ook letterlijk de eerste keer dat ik een keer solo zombies doe, joh. Ik vind dat ook echt wel leuk. Oké, okay, hier gaan we. 2, 1 en boom. Komt u maar. Span even in het midden in daar. Want dan kan ik misschien voor laten ontploffen. Via waar komen ze? Uh-oh. Wat is dit? Bro, wat is er? Wat gebeurt er? Jongens. Ik weet niet wat er gebeurt nu. Er staat echt een super grote HP-balk bovenin. Volgens mij hebben we een soort van eindbaas. Wat is dit? Oké, okay, dit heb ik zelf ook nog niet meegemaakt. Ik weet niet of dat er altijd inspan, maar... er komen ook gewoon zombies aan. En wat hoor... Yo! Wat is dit? Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt! Bro! Ik moet hier weg, denk ik. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Oké, okay, we raken hem best wel hard. Er komt een vuurbom om af. Jongens, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik maak serieus no joke. Auw, ik ga mijn chopper in. I don't care, want ik durf het niet meer. What? Moet je kijken? Ik kan er bijna niet raken. Er lopen ook nog zombies rond. Yo! Ik schiet wel de zombies af. Die moeten ook neer namelijk. Oké, okay, die zombies zijn weg. Ik raak hem best wel hard. Hij loopt ook gewoon op ons af. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, ouwe. Yo! Niet slaan hoor, met je vieze hand. Oké, okay, we raken hem echt wel hard. Ik heb alleen bijna geen ammo meer, dus ik moet ammo gaan kopen. We hebben daar genoeg geld voor. Ammo kopen, let's go. Oh! Ring of fire aan, ring of fire aan. Nu heb ik hem nodig. Dan doen we ook veel meer damage op hem. En dan hebben we hem gewoon neer. We hebben hem gewoon neer. Yo! Holy crap! Bro! Oh, de kapper schiet ook nog op me. Auw! Ik wil die nu niet neer. Yo! Dat was echt het ziekste ooit in een normale zombie map van Treyarch. Ik maak geen grap. Holy knetter, ouwe. Oké, okay, ik koop snel een nieuwe chopper. We gaan nu ontsnappen, want ik heb het nu wel gehad hier. Ik weet niet wat er nog meer gaat komen, maar ik heb het nu wel gehad hier. Naar de radio toe, wave 31. Weg hier. Alright, we zijn nog niet weg bij de wave. We moeten nog ontsnappen, dus we zijn nog niet klaar. We moeten namelijk nu alle zombies uitschakelen die er nog rondlopen. En daar hebben we 1,5 minuut voor. En dan pas kunnen we ontsnappen. Het zijn 33 zombies die ik in totaal moet uitschakelen. Ik heb geen ring of fire, dus ik moet het even op deze manier doen. De chopper komt er al aan. We hebben 1 minuut 10. Maar dit redden we makkelijk, joh. Dit. Ik doe mijn chopper even inroepen. Dit redden we makkelijk. Oh, die chopper spant echt op een koekplek in. Ik ben de AZ aan het clearen, jongen. Want ik moet wel die extraction zone in, natuurlijk. Oké, okay, ik ga de chopper uit.
Hoeveel moet ik er nog uitschakelen? Nog 8. Ring of Fire heb ik, laat ze maar komen. Ik heb nog 30 seconden voor. Nog 5 zombies. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Waar is de laatste? Oh, we hebben ze allemaal. Let's go! Ontsnappen maar! Hallo, helikoptertje! Oké, we hebben het gehaald, jongens. Dat was de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, ram natuurlijk de subscribe button. Dat zou ik super gaaf vinden. We hebben ook gewoon die boss uitgestapt. Dit was echt ziek, jongen. Niet normaal. Maar we hebben het gewoon gehaald. We zijn ontsnapt. 30 waves voltooid. En echt heel veel XP verdiend. Ook echt gewoon de stomste wapens uit de box gekregen. Maar wat een run was dit, jongen. Wow, yo, 1398 eliminations, waarvan 585 critical kills, 161.000 scoren. En wauw, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Als je hebt genoten, ram die like knop, vergeet niet te abonneren voor meer. Mocht je me nog willen supporten op Call of Duty Black Ops Cold War, vergeet dan niet de support creator code Jaraski, allemaal hoofdletters te gebruiken in de shop. En als je dan iets aanschaft, dan support je mij daar natuurlijk bij. We zijn enorm veel levels omhoog weer, let's go. Tiers omhoog, let's go. En dat was hem. Thanks for watching. Thanks voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.